We gaan maar weer langs de dokter. Ik weet niet wat er nu weer met haar huidje aan de hand is. Nieuws vlees. Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben op weg naar mijn werk, dus ik loop net de deur uit. Echt jongens, wat is dit voor een weer? Alles is nat. De nacht was redelijk rustig voor, nou ja, hoe we het nu een beetje hebben op het moment. We werden alleen wel echt weer wakker met dat Noe weer wat heeft. Want heel de arm, ik zal even een foto hier in beeld opliepen. Wat je ziet is heel de arm zit helemaal vol met uitslag. De nek heeft hetzelfde en een beentje. Dus ja, we gaan maar weer langs de dokter. Verder lijkt het eigenlijk wel iets beter met haar te gaan. Maar ja, ik weet het gewoon niet meer. Ik weet het echt niet meer. Ik weet niet wat er nu weer met haar huidje aan de hand is. En ja, het is nu weer wat anders. Dus ja, ik weet gewoon niet zo goed waar ik nog... Waar we het nog moeten zoeken. Nou, voor degene die zich allemaal afvragen hoe het met Luna gaat zonder speen. Het is nu bijna een week. En ik ben echt zo trots als moeder. Ik ben echt zo blij dat het zo goed gaat. Ze was echt verknopt aan die spelen. En ik had echt zo niet verwacht dat ze het zo goed zou doen. Dus ja, daar ben ik echt mega trots op. Het enige is wel dat ze gewoon wat moeilijker in slaap komt. Dus ze valt gemiddeld een uur tot anderhalf uur later in slaap. En ze is een uurtje weer wakker. Nu nog even een dagje werken. Kom je nog een dagje werken. En dan gaan we vanavond met de eetclub op een vriendenweekend. En dan moet het weekend nog beginnen. Best wel een lange reis voor de boeg. We gaan naar Hulsthorst. Als ik het goed zeg. Volgens mij is het anderhalf uur rijden. Super hard gewerkt. Want vandaag is de nieuwe collectie van Your Wishes gelanceerd. Mocht je hem nog niet gezien hebben. Zeker even kijken. Ik zal het linkje hieronder in de omschrijving doen. Want het is echt de moeite waard. Ik ben echt mega trots op mijn team. Die heeft zo hard gewerkt. Om alle orders de deur uit te krijgen op tijd. Ik zal hierboven ook even. Volgens mij daarboven. Hè? Daarboven even het... een filmpje inklikken, zodat als je daar dus op klikt, dan kan je de collectiemovie zien van Autumn Winter 19 van Your Wishes. Maar goed, de auto is gepakt. Ik heb echt binnen 5 minuten, want we hebben nog maar weinig tijd, want anders komen we veel te laat aan voor de kindjes. Binnen 5 minuten heb ik alles gepakt, dus nu snel de auto in. En dus duimen dat het goed blijft gaan, enigszins met Noe. Ze heeft in ieder geval niks besmettelijk, dus dat is fijn voor de andere kindjes. Wat we inmiddels wel weten vanaf de dokter, is dat de schimmel eigenlijk in heel haar lijfje zit. Het is echt super zielig en dat dit een reactie is op de medicijnen. En de ene dokter zegt dat we moeten stoppen. En de andere arts zegt dat we door moeten gaan en dat het goed is, want nu gaat het uit het lichaam. Zolang Noe geen koorts heeft, hoeven we niet naar huis. Dus... Wat gaan we doen? We gaan op vakantie, hè? Ja, maar papa is toch jarig vaak? Jarig? Nee. We gaan toch op vakantie? Ja. Weekendje op vakantie, toch? Ja, dan gaan we nu naartoe rijden, hè? Dat is wel niet lang. Ja, dat is wel lang rijden. Goedemorgen allemaal. Het is zaterdagochtend en we zijn lekker wakker geworden. Heb je goed geslapen, Luna? Noe, gewoon een beetje zo. Oh, nou een beetje zo. Ja, ik heb alleen zelf echt niet geslapen. Ik heb echt mega buikpijn gehad vannacht. En het bed waar we in liggen is echt super hard.
Dus ik merkte voor het eerst dat ik echt, ja, dat gewicht van mijn buik, zeg maar, echt... Als ik dan op mijn zij lag, dat ik echt dacht, oh, ik moet echt zo'n voedingskussen, zeg maar, onder mijn buik gaan houden. Dus ik heb nu Koentje kussen mogen gebruiken, echt super lief. En dat scheelde echt heel erg veel. Van de week had ik wat orders gepikt, dan had ik ook heel erg last. En vorige week heeft de verloskundige natuurlijk gezegd dat ik meer rust moet gaan pakken. Dus vandaag gaan we heel dag naar het dolfinarium. Moet natuurlijk heel dag lopen. Waar ik normaal helemaal geen moeite mee heb. Maar nu denk ik wel, gaat dat wel met de buik? Ook omdat ik zo'n last heb van haar de buik. Gisteravond ook, dan had ik gewoon heel erg last van een soort van steek in mijn buik. Dus ja, even aankijken. Hè? Wat wil je? Oh, je wil even kijken. Ja, maar Isa wil gewoon de grote. Of allemaal tegelijk. Kleine jongens, het dolfinarium. Daar achter mij. Niet de beste dag uitgekozen. Maar hij is echt mega hard. Dit is dus Jess, mijn vriendin. En het is echt de beste nanny ever. Wat zag je nou wat jullie doen, Nina? Het water spetten waren. Lekker stoeltje. Hey. Goedemorgen. Ik ga hem even klaarmaken. Dus we gaan zo meteen naar het strandje toe. Heel erg last van haar buiken. Blijft echt... Het is ook al een behoorlijke buik, maar het blijft echt gewoon mega hard. Dus ik denk iedere keer weer, misschien doe ik dan toch te veel, lopen we te veel. Maar ja, ik heb er wel zin in, het is super gezellig met alle vrienden en vriendinnen. En nou ja, de kinderen zijn helemaal door het dolle heen, dus we genieten volop. Vertellen, Noe. Ben je lekker op het strand aan het spelen? Ja. Dit allemaal. Au. Ja, de schelpjes doen au aan je voetjes, hè? Au, je ijsje. Je ijsje. Ijsje. Ijsje? Ijsje, ijsje. Ik weet niet wat je bedoelt, schat. Wat bedoel je nou?
ik ben nu even alle spullen aan het inpakken. En ik heb zo'n hekel aan inpakken. Dat vind ik altijd na van een weekendje weggaan. Dat je voor een heel weekend je koffers moet inpakken. En alle andere troep. Je blijft gewoon altijd bezig. Ja. Wat ben je aan het eten? Nou, ik kan het beter dan Sophie. En waarom heb jij een taartje gekregen? Nee. Die past niet. Ik draag dus eigenlijk nog steeds een beetje mijn gewone kleren. Maar ik heb dus nu een, even kijken of je het kan zien, gewoon een gewone blouse aan. Maar je merkt nu dat die dus echt wel strak begint te zitten. Want die buik is nu wel echt intens. Althans, gewone kleren. Ik heb natuurlijk wel zo'n zwangerschapsbroek aan met zo'n band. Mijn baby is gewoon zo groot als een courgette. Al 35 centimeter. Echt bizar. Ik ben op de zaak. En ik ben helemaal vergeten mijn vlog af te sluiten. Ik was nu al mijn beelden aan het uploaden, dus ik denk, ik doe het nog eventjes. Ik heb me best wel rot gevoeld de afgelopen week in verband met de zwangerschap, de harde buik en dat ik gewoon niet te veel mag doen. Ik voel me vandaag voor het eerst weer goed, dus dat is echt super fijn. Het is de 13e vandaag, Koen is jarig, dus we gaan zo meteen gaan we naar Paleis Het Loo om iets leuks te doen voor zijn verjaardag en natuurlijk voor de kindjes. Dus dat ga je volgende week zien. Ook heb ik volgende week nog een extra groeiecho en daar ben ik heel erg benieuwd naar, want ja, ik hoop gewoon dat alles goed gaat met de kleine. Dat is allemaal voor volgende week. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal volgende week iets. Doei! Dag! Wat ben je aan het doen, Luna? Een videootje voor Omi maken als ze meer smaakt.